20 september en met eerste Tielse Gaming Kampioenschap georganiseerd. Hun rijdt er oommolen, maar zal op gekomen voor FIFA te spelen en dat was vrij gisteren. Van al die matchjes zijn met gameplay video's en dat ga je ze bit zien. Nu, je kunt dat niet organiseren zonder sponsors en daar wil ik het een keer over in. Ten eerste gaan we beginnen met Ingenix. Ingenix maakt business software uit maten. Met onder een aanpak van screening, briefing en mission control schieten ze je bedrijf in de digitale stratosfeer. Dus zeker en vast een keer gaan kijken op hun site. De link ga je hieronder staan in de video. En we kosten ook rekenen op itprovider.be. Een bedrijf uit Tielt dat met zijn expertise in cloud solutions en hardware de perfecte partner is voor ieder bedrijf en hun ICT-infrastructuur. En je moet zeker gaan kijken naar de hilarische filmpjes met Jens en Donker. Houd die slijl aan. En als laatste zou ik graag naar Camovly bedanken. Want dankzij Movie kun je deze video zien. Sinders zijn de officiële sponsor van al de gameplay video's en met andere software maak ik effectief ook de gameplay video's. Met een cloud solution kun je hier winnen in de cloud, online, video's maken, waar en wanneer dat je dat wilt. Het is een fantastisch product, dus zoals zeker kan kijken op hun site. En op het laatste van de video ga je kijken dat je nog 10% korting kunt krijgen als je lid wordt met een code van ons Gaming Kampioenschap. Dus zeker en vast ik gaan bekijken. Nu, veel succes en amuseer je er met de video. Vos, ook namens mijn collega Jeroen Gruter, naast me in de commentatorstoel. Welkom bij dit live verslag van de vriendschappelijke ontmoeting hier vandaag. Daar gaat het balbezit. Kylian Mbappé. Ja, dat is niet de bedoeling. Cristiano Ronaldo doet de bal cadeau aan de tegenstander. Mattia de Ciglio. Adrien Rabiot. Alexandro. Balletje breed naar Ronaldo. De paas van Cristiano Ronaldo wordt onderschept. Mbappé. Een sluwe steekpaas. Nee, daar schieten ze uiteindelijk niets mee op. Kylian Mbappé. En kijk eens hoe goed ze dat deden. Dat vroeg druk zetten. Koekoek, hahaha, doelpunt. Ha, prachtig hoor. Ze veroveren de bal op de helft van de tegenstander. En slaan daarna onmiddellijk toe. We gaan weer verder. Frankrijk op voorsprong. Ze natuurlijk niet vol. Joie de vivre. De bal wordt ingeleverd. Griezmann, Mbappé, Anthony Martial. Dat schot, kijk de doelman gewoon naast. Chesney. Mattia de Ciglio. Hij weet die paas te onderscheppen, goed opgelet. Mbappé. Ja, dit kan die hè. Antoine Griezmann, mooi steekpaasje. Die bal moet erin. Lekker doelpunt. Het lijkt misschien makkelijk om deze bal erin te schieten. En ja, dat is het eigenlijk ook voor deze afstand. Emre Can. Paulo Dybala. Mattia de Ciglio. Paulo Dybala. Ze geven de bal weg. Hij speelt hem slim. Anthony Martial. En hij zit ertussen. Bal weggewerkt. Goede actie van die doelman. Emre Can. Bal naar Dybala op de vleugel. Anthony Martial. Gaat dit wat worden? Hij probeert naar binnen te komen. Griezmann. En het doelpunt voor Frankrijk. Yes, win! Laten we nog eens kijken. Zoals we gewend zijn van een cool afgerond. Hier de kracht, de techniek. Ja, waarom poeien als je de bal in het net kunt plaatsen? Het is duidelijk dat één team de dienst uitmaakt in het duel. Kanté, ja, dat is een cadeautje. Alexandro.
Cristiano Ronaldo. Adrien Rabiot. Paulo Dybala. De verdediging zit ertussen. Dit kan fout aflopen. Emre Can. Die speler staat in de baan van het schot. N'Golo Kanté. Kingsley Coman. Alle ruimte voor een dribbel. Kans, chance. Nee, zonde. Hij raakte niet te hard, denk ik. De volgende keer met wat meer rust afwerken. Zeker van deze afstand. Ze leveren de bal in. Lekkere steekpaas. Griezmann. Geweldige mogelijkheid van Mbappé. En die bal vliegt binnen. Oh nee, afgekeurd. Toch geen doelpunt. De vlag ging omhoog. Ja, ik telde hem ook al. Hij zit er goed tussen bij die pas. Griezmann. N'Golo Kanté. Mbappé. Hij heeft hem. Korte bal op een teamgenoot. En dan trek je naar binnen. Antoine Griezmann. N'Golo Kanté. Is dat wel buitenspel? De scheidsrechter fluit. Dan schudden volgens mij niet veel. Emre Can. Anthony Martial. Daar gaat het balbezit. Mbappé. Boom. Koekoek, wat een doelpunt. Een onvervalste hat-trick maakt hij hier. Wat is hij vandaag op twee? Dat zie je niet elke dag. 3 doelpunten in 1 wedstrijd. Nee, maar het is toch echt een hat-trick. Het is levensgevaarlijk vandaag. Ja, dat wordt gezegd. Er zit helaas weinig spanning in de wedstrijd. Ketst af en gaat over de zijlijn. Inworp. Een inworp, dat is een voordeel. Maar zo heb je natuurlijk helemaal niets in een inworp. En nog een inworp. Bonucci. Emre Can. Pjanic. Loopt lekker zo. Weer die bal kwijt. Hier de aanval van Frankrijk. Tegenpartij aan de bal. Kylian Mbappé. Ja, dit kan die, hè. Antoine Griezmann. Mooi steekpaasje. Griezmann geeft ook deze wedstrijd weer vol gas. Onmisbaar is hij in de voorhoede van zijn ploeg. Hij vervult de sleutelrol in deze wedstrijd. Verstuurt belangrijke passes. Heeft een goed aandeel in het positiespel. En ik denk dat hij ook tevreden zal zijn met de assist trouwens. We gaan de rust in met een afgetekende score van 4...